Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de burgerij om de weerberichten te volgen. Dit in verband met het orkaanseizoen. Via het Nationaal Informatieinstituut laat het ministerie optekenen dat reizigers steeds in contact moeten blijven met de Surinaamse ambassades in landen waar stormen en orkanen woeden. Ook wijst het ministerie erop dat het Caribisch gebied en Midden- en Noord-Amerika ieder jaar een aantal zware tropische stormen en orkanen te verwerken krijgen, die vaak een vernietigend spoor achterlaten. Het is raadzaam om de nodige maatregelen en vooral de richtlijnen te volgen voor de eigen bescherming. Wie gevaar oploopt, kan zich wenden tot de ambassades in Washington DC en Miami. Ook het consulaat-generaal van Suriname in Curaçao staat open voor Surinamers die zich onveilig voelen.